Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Liam die is met Joef aan het gek doen. Die twee zitten elkaar steeds te etteren. Sammy is aan het oefenen. Niels die Jordi naar school brengen. We waren iets later vanochtend. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. En ik ga zoals Niels terugkomt even mezelf aankleden. En dan een kindje aankleden, zodat ik naar de winkel kan. En dan is er weer bijna tijd voor fruit. Inmiddels ben ik alweer terug van de winkel. En hebben de kindjes al fruit gehad. Ik moet hier echt aan wennen. Ik ben niet meer gewend. Maar ze zitten gewoon goed. Ik vind ze ook leuk bij mezelf. Niels is boven aan de gang. En ja, dat. Ik heb boodschappen gedaan. Ja, wat ik allemaal heb gekocht, ja, dat is allemaal niet zo interessant. Ik heb bijvoorbeeld billendoekjes gehaald. Ik heb Head & Shoulders gehaald. Ik heb Sensodyne gehaald. Ik heb deze gehaald. Want als de kinderen verkouden zijn, dan kan ik dat eruit slurpen. Die waren nou 1 plus 1. Ik heb eten gehaald voor 2 dagen. Dus ik heb van alles gehaald. En nou ga ik heel even 5 minuten zitten. En dan is het alweer bijna tijd voor de kindjes om brood te eten. Kindjes liggen op bed. Ik heb even lunch gemaakt voor die papi. Lekker, lekker. Lekker, hè? Een koffie erbij. Ja, die heeft hij zelf moeten zetten voor mij. En ik heb ook even lunch. En we gaan nu even eten. En dan gaat papa dingen doen die geen herrie maken. Mm-hmm. Want gisteren had hij zwembakken gemaakt. Dus dat gaat hij nou doen. Eerst even eten. Ze zijn allemaal weer wakker hoor. Ze hebben al drinken gehad. De chippies. En Jordi is ook weer thuis. En papa is weer boven aan het knutselen. Wij gaan lekker eten, wij gaan lekker eten. Joepie de poepie. Dit eet ik echt niet allemaal op hoor. Maar ja, dan was alles uit de pan. Wij gaan lekker eten. Hoe, hoe, hoe. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Smakelijk eten. Liam, niet kutten. Rocco, probeer bij de wolken te bereiken. Kom, lopen. Kom, papa. Liam, niet kutten. Iedereen gaat naar bed zo. Ik heb met Liam, Sam en Jordi gedoucht. Dus ik ben ook weer schoon. Ik heb even mijn haarband ingedaan. Het is wel zo lekker even. En nu heb ik ook al die kleine haartjes niet. En ja, ik ga zo je opruimen. Niels gaat heel eventjes naar een vriend toe. Helpen even met de bus. Er moest iets mee gedaan worden. En ja, verbouwing loop ik straks verder. Dus dat is mooi. Kijk, nou is mijn haar weer droog. En dan komt al dat babyhaar weer opzetten. Dat is gewoon een nadeel. En nadeel is natuurlijk ook dat je zo'n ding ziet. Maar daar heb ik eigenlijk een beetje scheid aan. Maar goed. Ik heb in ieder geval geen last van haar over mijn oren. Want daar heb ik last van. Hier. Of die allemaal was. Dat ga ik nu even doen. Ook is het zo dat Niels nu weg is dus. En dat is altijd als Niels weg is. Dan heb ik in één keer last van de kinderen. Nou ja,
adem in, adem uit. Ik ga de was doen en dan zien we wel weer verder. Oh, en mijn serietje ondertussen op de tablet kijken. Een hele goede morgen. Niels die is momenteel even bouwspullen halen bij de in Best Buy, weet ik veel. In ieder geval, daar had hij het besteld. Hornbach, weet ik het. Het is in ieder geval van dat deuntje. Ja, maar ja, ja, jippie, jippie, die. En Jordi heeft fysio gehad en hij is hartstikke vrolijk. Hij is nou even een filmpje aan het kijken om even te ontspannen. En ik ben fruitje aan het maken. Die andere twee, die zijn hier aan het spelen. Of in ieder geval hun eigen ding aan doen. En ik ga nou fruitje maken. Ik had meloen gehaald. En ja, dat is wat ze krijgen. Oh, trouwens, gisteravond heb ik al mijn was gevouwen en opgeruimd en gestofzuigd en gedweld. En Niels heeft ook nog geholpen. Dus wat dat betreft, ja, helemaal tip-top in orde. Toen was ik zo moe dat ik zei tegen Niels, ik ga naar bed. Dus ja, niet meer gefilmd. Huidje zit erin. Maar kijk eens wat je daar op dit shirtje hebt staan. Daar staat Tantes Lieveling. Yay! Hij heeft geslapen. En hij heeft geslapen. Ze zijn wakker en we zijn onze routine aan het doen. Liam die slaapt nog. Die gaat zo wakker maken. Wat? Hi. Oi, oi, oi. Mijn scheetje. Ja. Mam heeft koude handen, hè? Ja, ik had mijn handen gewassen. Met koud water. Maar zijn ze koud. En daar gaan we. Hier dan. Kroelen met mama. Hallo? Mama was klaar om te kroelen. Goedemiddag. Heb je lekker geslapen? Heb je gepoept? Ben je een beetje wakker nou? Hm? Hij is niet zo blij. Je moet wel jouw luier gelijk verschonen, hè? Want je hebt echt een plasbom en volgens mij heb je ook gepoept. Hè? Ja. 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 Dus dat gaan we even gauw doen. En toen was hij goed wakker. En ik was je koekjes aan het eten. Jullie veel koekjes aan het eten. Dus ja. Het ritueel is weer herhaald. Thank you.
Ze zijn nu boven de platen aan het doen. Met platen bedoel ik gipsplaten. Zijn ze nu aan het sjouwen boven. En ik heb net de kinderen hun tanden gepoetst. Daar zit er ook eentje. Dus hier één grote pleurisbende. Maar ja, daar sta ik weer zo opgeruimd. Ik heb de keuken al opgeruimd en de tafel. Dus daar gewoon een kwestie van even er doorheen. En dan zijn we ook weer klaar. Ja, dat dus. En daar ik de pyjama's bij de kinderen aandoen. En een fles gaan geven. Maar dat probeer ik een beetje te rekken. Want ja, aangezien dat ze daar nou nog bezig zijn. Denk ik. Niet dat kinderen daar gaan slapen nu. Hij samen is hij papa aan het aanmoedigen. En nog iemand meer die zijn planken naar binnen aan het brengen. Ze zijn ze samen aan het aanmoedigen. En samen met Jordi ondertussen spelen. Ja! Nou, de kinderen liggen op bed. Niels die heeft me net nog even met Jordi geholpen, want die moest nog poepen. Die had problemen even met zijn buik. En Niels die is nu met die vriend die ons net geholpen heeft, is hij nu naar zijn busje toe. Want ze hadden iets van een materiaal of zo, weet ik het. Ze hebben dat geregeld in ieder geval. Dus dat gaan ze nu maken. Kijk, Niels is automonteur. Die jongen helpt ons. Zo help je elkaar. Dus ja, Niels is hem nou even helpen, zodat hij morgen de hele dag lekker hier thuis kan klussen. Morgenmiddag moet Niels wel eventjes met de hond naar de hondentrimster. Dat is echt nodig met haar. En hij moet om 2 uur moet hij, naar auto op maat voor welzorg voor de autostoel. Dus dan moet hij morgen... En ja, nu is hij dus eventjes dat doen, zodat hij morgen de hele dag thuis is en dat kan doen. Dus ja, ik ga nou even chillen op de bank, even niks doen, want ik heb eigenlijk alles al wel opgeruimd. Ik moet daar alleen nog de vaatwasser doen, maar dat doe ik daar ook wel. En ja, even gewoon niks doen. Dat is ook wel. In de vorige video kreeg ik de vraag van Mamandy, hoe zag je er dan uit met lange haren? Nou, ik heb even een foto opgezocht en ik zag er zo uit met lange haren. Geef je oordeel maar. Ik ben maar een beetje self-care gaan doen. Ik heb een voetenmasker. En ik ben serie aan het kijken. Ik ben de serie al een tijdje aan het volgen. Dus Revenge. En die staat op Videoland. Daar ben ik al een tijdje aan het kijken. Maar voor nu. Even lekker liggen. En het busje weer gemaakt? Ja, en de gipsplaten staan boven. Ja, dus zo doen we elkaar helpen, toch? Mhm. Wij gaan nog heel even een klein stukje Big Brother kijken. En dan gaan we naar bed. Yes. We gaan ook deze ups en downs nu afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.